Joop Oom deelt voor het eerst zijn diepgaande emoties over het verlies van zijn geliefde dochter, Danielle van T. Schip. In een openhartig gesprek met Weekblad Story onthult Joop dat hij momenteel door de donkerste periode van zijn leven gaat, overspoeld door verdriet en een diepe leegte. Het onverteerbare gemis van zijn dochter, geboren uit zijn relatie met de getalenteerde Willeke Alberti, laat diepe sporen na in Joops hart. Hij beschrijft het verdriet als iets dat hem tot in zijn ziel raakt, een pijn die niet te verzachten lijkt. De stilte en leegte die Danielle achterlaat, zijn voor Joop ondraaglijk. De tragedie begon zich te ontvouwen in 2022, toen Danielle de verwoestende diagnose kreeg van endeldarmkanker met uitzaaiingen, slechts twee dagen na Joop's tachtigste verjaardag. Het nieuws veroorzaakte een instorting van Joop's wereld, waarin alleen ruimte was voor intens verdriet en ongeloof. Joop hoopte lange tijd op herstel, maar helaas bleek het lot anders te beslissen. Ik ben niet boos, wel enorm teleurgesteld. Deelt Joop zijn emoties doorspekt met verdriet. Het allerergste is dat Danielle zoveel heeft geleden en ik kon dat accepteren in de hoop dat ze beter zou worden. Op 11 februari zou Danielle 56 jaar zijn geworden, wat voor Joop een extra zware en pijnlijke dag was. Het besef dat hij haar nooit meer verjaardagzoenen kan geven en nooit meer haar stem met het woord papa zal horen, drukt zwaar op zijn hart. Desondanks benadrukt Joop de intense band die hij heeft met Danielle's man en kleinkinderen, Davy en Estelle. Hoewel de onbezorgdheid en vrolijkheid lijken te zijn verdwenen, is Joop vastbesloten om door te gaan. Hij erkent dat het leven doorgaat, een pad dat ze moeten bewandelen, omdat Danielle dat ook gewild zou hebben. De herinnering aan haar blijft levendig, terwijl Joop zich richt op het koesteren van de liefde en de band die ze deelden, ondanks de schaduw van het verlies die over zijn dagen hangt.